Dat is Maestro DF. En Maestro DF die gaat nu in de aanval. Maar Kooijman die gaat op een heel tactisch moment versnellen. Met zijn nummer 5 Nimbleboy AJ. En die pakt gelijk een lengte of 4-5 voorsprong op de concurrentie. Maar Maestro DF aan de buitenzijde die gaat naar de tweede plaats. En dat gaat ten koste van paard nummer 7 Miss Diamond EV. Die ook nog niet wil opgeven. En deze drie paarden die maken er dan toch nog een mooie strijd van op de valreep. Waarbij de koploper toch echt wel als een winnaar gaat hoor. Paard nummer 5 Nimbleboy AJ. Met op de tweede plaats dan die Miss Diamond. En daarachter de galopade voor Maestro DF. En dat zou voor Ron Kooijman de weg kunnen openen om plek 3 nog te pakken. Met daarachter dan de 2 Noran H. Daar is hij mee in strijd. En maar het is heel gemakkelijk Nimbleboy AJ en Tom Kooijman. Die wint het hier met een straat. Geweldig Tom Kooijman. Wat kan je op hem vertrouwen op dit soort momenten. Is de winnaar. Wint het hier met een lengte of 15-20. Op de tweede plaats hebben we dan Miss Diamond EV. En plek 3 voor Max Terzijpen. 5, 7, 9 voorlopig. Komen de voorlopige winnaars van koers 2 en we danken voor sponsoring Rechts Izero en Rink Kantoor Interieur. Paard nummer 5 die meldt zich Nimbleboy AJ met Tom Kooijman. Een 3-jarige donkerbruine ruin van SJS Caviar uit Barcelona Derby. Gefokt in Duitsland door Anno Eigenaar en Jan Visser. Stal PD is de eigenaar en trainer Bas Krebas en de winnende piqueur Tom Kooijman. Geert Koops van Noordhot.nl gaan de foto's maken. Tom Kooijman krijgt op dit moment al de bloemen. Gaan we dan mooie foto's maken. Bestuursleden, eigenaren en sponsoren praten we ook nog even bij met Tom Kooijman. Tom, het was een hele rommelige koers, maar dat doet niks aan van deze prestatie. Die was erg sterk. Ja, ik heb van het rommelige weinig gemerkt zo natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, hij was van de week in Wolfgang ook heel goed. Ongemerkt 15-3 lopen. Dan, hij kan op gras uit voeten, dus het was de enige goede manier dit. We gaan. Absoluut. Tom gaat voorrijden met Nimbleboy AJ. En hij zegt al, op de grote banen deed hij het goed. Hij heeft al eerder gewonnen op gras. En vandaag voelde hij erg goed aan. En had hij met niemand wat te maken. Paard nummer 5, Nimbleboy AJ. Dames en heren, geef hem een groot applaus. Zijn we weer koers 2 hier tijdens de Jouwste Merk.